Okay. Ik heb het even op deze manier opgelost, want Rolfie die ligt erbij. En die gaat anders waken over het eten. Nou, zoals jullie zien, het ziet er dus nu nog zo uit. Met allemaal, zoals wat Alex heeft gedaan. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 5 juli 2023 en het is nu 11:39, bijna 40. Ja, dus 20 minuten voor 12. En ik heb Rauw aan de telefoon en ik sta op het punt namelijk om met een lady uit te gaan. Maar ik neem deze unit dus niet mee, want het stormt behoorlijk. Ik ga deze kleine even lekker meenemen. Deze kleine camera, deze ga ik meenemen. Die kan ik wat makkelijker handelen. Dus die heb ik alvast in mijn broekzak. En dan neem ik jullie gewoon weer gezellig mee. Dus wij wensen jullie heel veel plezier bij deze gloednieuwe vlog. Ik heb eventjes al gegeten. Ik heb Lady al uitgelaten en alles. En ik heb mijn tanden gepoetst. Mijn tanden geflost. Ja, ook dat al. En nu sta ik namelijk op het punt om namelijk de deur uit te gaan en naar de tandarts te gaan. Ja, zeer zeker. Ja. Dus daar gaan we nu naartoe. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Ik neem een klein statiefje mee. Zodat ik daar ook kan filmen. Want ik weet niet of een van mijn begeleiders erbij is. Ik heb het wel gevraagd. Maar even kijken wie er allemaal aanwezig zou kunnen zijn. We gaan het zien en anders ben ik gewoon alleen. Ja, dus ik ben een volwassen vrouw. Ik moet het gewoon leren. Ik moet het gewoon wennen. Punt. Klaar. En ik moet ook wat dingen even zeggen over mijn gebit. Dus mijn spiegeltje erbij. Kan ik het laten zien wat ik allemaal bedoel. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Ja, goed. Ja? Ja. Je haar geblondeerd? Nee, ik heb hem wat korter gemaakt. Oh, je hebt wat korter gemaakt? Ja. Dat je zo blond bent van jezelf. Oh, ik ben heel blond van mezelf, ja. Nou. Zit je nog op de camera? Zo lekker. Ja, nog even in je rolt er zo af. Ja, bijna wel. Even denken, we gaan rechtsboven weer aan de slag. Ja, alleen. Linksboven. Maar mag ik ook een spiegeltje? Want ik wil even wat laten zien. Ja, dat mag. Ja, dat is fijn. Dan heb ik ook mijn stokertje meegenomen. Dan kan ik wat beter dingen laten zien. Heel goed. Ja. Goed, even maar. Heel goed. Ik leer je nog wel eens. Nou, je leert mij nog dingen. Nou, ik heb waar ik sowieso last van heb, dat is, even kijken hoor. Deze tand volgens mij. Ja. Ja, hier. Oké, okay, het randje. Ja, daar heb ik heel veel last van. En hier komt sowieso een gaatje bij. Ja, dat zie ik, ja. Kijken hoor, of het echt een gaatje is of dat het meer verkleuring is. Ja, ja. Dat is een gaatje. Ja, goed gezien. Ja. En voor de rest weet ik het zo even en nou niet. Oké. Okay. Ja, hier ook nog eentje. Kleintje. Dat is geen gaatje. Niet? Nee. Dacht ik. Nee. Oké, even checken. Waar heb ik? Oh, die heb ik al aan je gegeven. Denk ik niet zelfs, maar je hebt hem. Mag even dichtbijten. Nou, volgens mij gaat het goed. Een excavatorboor. Ja, zo heet dat. Dat is een staal. Oh. Ja. Ja. Dat trilding. Dat soort dingen ook. Ik heb er nou twee. Eén is ook. Ik weet nou nu niet of ik heel goed verstaan ben, omdat ik nou verdoving heb. In mijn lip heb, maar oké, maakt niet uit. Ik ga nu wel weer even naar de Action, want ik moet nog wat hebben bij de Action. Ja. Yeah. Wat ligt nou voor een zwerg afval erbij op mijn balkon? Dus dat moet ik ook maar niet hebben. Dus ik moet even snel naar de Action. Dus dat gaan we ook nog maar even nu doen.
Ik was net ingezoomd. Ja, dat is niet handig. Nee, nog steeds ingezoomd vanaf de tandarts. Maar ik heb nog een verdoving in mijn lip. En ik moet nog wat eventjes bij de X gedaan hebben. Dus dat gaan we ook maar even doen als ik er langs kan. En ja, ik kan er langs. Ik ga er gewoon langs. Kijk, hartstikke idee. Ik weet waar ik moet zijn, dus ook dat scheelt weer een hele hoop. Dat is precies hier, hè, die verdoving. Echt. Het slaat echt helemaal nergens op, maar oké. Ja, ja, kijk. Hier moet ik wezen. Hier moet ik wezen. Ja, deze moet ik hebben. 5 euro's. Helemaal top. Ja, tuurlijk. Ga je gang. Nou, ik heb hem. Kijk. Dat even naar binnen. Helemaal goud. Even die daar naartoe. Dat dingetje dan weer dicht. Ja, als ik erbij kan. Helemaal goud. Ja, hij is dicht. Yes. Helemaal top. We gaan naar de kassa, deze afrekening. Jee, joepie. Er zit er ook. Ja, ook een handige. Er zit zo'n ding aan, zeg maar. Ideaal, kijk. Kan ik zo doorlopen? Nee, hè? Mag niet. Nee. En toen was ik in de Jumbo, ja. En ik heb mijn droge lippen, dat wil je niet weten, echt waar. Het trekt er al wel aardig weg, maar het zit er nog wel. Maar het deed. En ik weet niet of de tandartsvlog een beetje goed te zien was. Maar dat gaan we zien in de edit. Dus even kijken. Nou, het is weer heel weinig hoor. Jeetje, mina. Hoe duur is deze en hoe duur is deze? Dus even kijken. Een eurotje. Nou. Nee, laat maar. Dat ga ik niet doen ook. Nee. Heel, sorry. Maar ik ga wel wat drinken halen. Ja. Dus dat ga ik wel doen. En terwijl ik thuis aan het drinken heb hoor. Maar ik heb echt nou gewoon een... Ja, of ik kan gewoon gelijk naar huis. Ook leuk. Ik heb toch niks. Ja, nu nog niet. Maar kijk. We gaan het zien wat ik nog misschien ga kopen. Ik heb wel wat zin in suiker. Dat zeker. Dus misschien dat ik dat even ga halen. Die ziet er ook wel erg lekker uit, maar ik ga het niet doen. Nee. Even kijken, waar hebben we dat? Waar hebben we dat? Want alles is weer omgegooid hier. Ik hou weer in de gaten. Alles is hier weer omgegooid. Nee, handig. Waarom is hier alles weer omgegooid, lieve schat? Waarom is hier alles weer omgegooid? Kijk, hier. Kijk, aardbei, aardbei. Oeh, lekker. Yoghurt, maar dat is yoghurt. Ik wil vla hebben. Ik wil vla hebben. Dat is yoghurt. Nee. Vla is er niet. Nou. Dat is allemaal yoghurt. Ik wil geen yoghurt hebben. Ja, en toen? Mijn vanillesmaak is er ook niet bij. Nee. Zoals je kan zien, is dat vanillejoghurt. Dat is aardbeienjoghurt, persik, wasvruchtjoghurt, wasvruchtenjoghurt, ja. Nou, is je niet leuk. Nou, we gaan er meemaken wat ik ga kopen. De mijne is er niet, nee. Nou, we gaan kijken wat ik wel kan gaan eten. Want daar hebben we ook Optimal. Dan hebben we aardbei. Even kijken. Dan hebben we ook vanille. Het is zo moeilijk. Waarom wordt het bij mij weer zo moeilijk gemaakt? Hè? Waarom? Ik weet het niet. Een appelkaneel. Oh. Het is zo vervelend.
Dat is echt vervelend. Hey, lactose. Hey, hey, hey. Lactosevrij yoghurt. Hey. Nou komen we ergens. Hey. Nou komen wij ergens. Hey, dat is leuk. Ja, ja. Nou komen we ergens. Yoghurt. Ja. Top. Dankjewel Jumbo. Dus ik heb nou weer twee dat. En dan wil ik nog een. Wil ik nog eigenlijk melk hebben. Melk is goed voor elk, zeggen ze wel eens. Dus. Maar dat is even kijken waar ik dan moet weer wezen. Ik weet het wel. Het is een beetje druk hier, maar dat maakt niet uit. We gaan eens even naar de lactosevrije melk. Hier is de. Oh. Oh, ze loopt nog wat snel. Loop op, oké dan. Zo. Zo, dat gaat makkelijk. He, helemaal goud. Eens even kijken. Ik ga dat niet doen. Even zo. Even kijken. Lactosevrije melk. Eens even kijken. Half volle. Even kijken. Dit is volle. Dat is half vol. Nou, neem ik er twee mee. Ook twee. En dan even in de koelkast kan ik lekker weer... wat zuivel drinken en eten. Dat is heel lang geleden van mij dit. Oh. En eens even kijken. Kijken, Nico. Tuurlijk, uiteraard. Mag ik langs. Tuurlijk. Geen enkel punt bij kawaii hoor. Zo. En nu gaan we daar naartoe. Eens even kijken. Eens even kijken, want Rodi zei al, maar dat is vegan. En vegan, dat moet dus vrij zijn van melk, zei Ro. Dus, ik ben eigenlijk benieuwd of er ook melk in zit. Want als er inderdaad geen melk in zit, ga ik kijken. En die wordt even kijken, kokkeloeren. Water, suiker, cacaoboter, even kijken... Wortelsap ook nog, oké. Okay. Kan melk en soja bevatten, hoor. Dus, het kan wel. Dus het is helemaal geen vega. Schuit toch uit met je vega. Het kan toch melk bevatten. Dus, dat ga ik dus niet riskeren. Nee. Ik heb het even op deze manier opgelost. Want Wolfie die ligt erbij. En die gaat anders waken over het eten. En om dat een beetje tegen te gaan, heb ik Lady daar eten gegeven. Hier. Zoals je wel kan zien hier ook. En Beauty Eden. Hebben ze alle drie wat te eten. En ik weet ongeveer wie en wie wat eet. Hebben ze ook geen ruzie namelijk. Ideaal zo. Toch alle drie lekker een beetje bij elkaar. En deze zakken moeten ze eigenlijk ook gewoon in Nederland maken. Gewoon deze zakken. Met zo'n handvat eraan, ideaal. Maar, wat ze ook hebben gedaan in Duitsland. Ik kom er nou niet bij. Ik kom er wel bij. Kijk. Denk het niet. Mijn vriend. Dat is gewoon zo'n clipje, zeg maar. Ho. Moet het wel even goed doen, zeg maar. Kijk, dat is dus zo'n clipje. Dan moet je ze wel eerst even hier helemaal openmaken, zeg maar, hier. Want dit zit dan helemaal vast. Dat is wel netjes gedaan, zeg maar. Echt, dit is zo ideaal. Het is heel makkelijk zo. Echt, heel fijn. Kunnen ze ook nog hier in Nederland wat van leren. Van Duitsland merken. Zo, en zo krijgen ze alle drie inderdaad wat te eten. Lekker hè meiden, eet smakelijk. En wat moet jij? En wat moet jij? Ja, dat is een camera, schat. Hi, kind. Hi, schat.
Hij kent hoe knuffelen. Je maakt te veel ruzie, want je hebt een wond hier op je wang. Dat mag ik niet eens aankomen. Nee. Kijk, en dit wil ik eigenlijk echt gemaakt hebben, dit hier. Kijk je uit met dat hout. Dan wil ik dit hier eigenlijk gemaakt hebben. Wie kan mij daarmee helpen? Wie? Ik heb genoeg kijkers. Ik kan niet nog heel veel uitgeven om je een vergoeding te geven, maar... Als je mij zo mee wil helpen. Ik heb laminaat, ik heb de benodigdheden, alleen een zaag heb ik niet. Je kan koffie, thee krijgen, wat je wil, biertje, wijntje. Zo biert, maar help mij alsjeblieft. Met dit weer een beetje op te knappen. Want Beauty, dat is deze dame. Deze twee zijn zusjes. Hun zijn eigenlijk helemaal niks van elkaar. Lady, die heb ik al heel lang. En Loffie heb ik sinds dat ze 7 weken was. En haar hebben we met 1,5 jaar erbij. Maar het zijn wel zusjes. Maar zij heeft dit dus allemaal kapot lopen knagen. Ook dit. En dan ook dit hier. Dus, en dan begint ze ook hier een beetje. Dus wie kan mij helpen? Ik doe nou echt een oproep. Want ik word hier een beetje gek van om hier naar te kijken. Ik wil het gewoon weer een beetje netjes hebben. Dus ben je ook handig om deze kachel even op dat moment weg te halen. Misschien een andere radiator, een mooiere. Waar ik ook handig op neer kan. Gewoon zo'n stelling, weet ik veel. Laat het even weten. Alsjeblieft, help mij er even uit. Daar zeg ik al, ik heb genoeg laminaat. Heb je kit meer kit nodig? Laat me even weten. En we kunnen altijd wel even een afspraakje maken. En ik kan altijd wel voor jou namelijk een... ja, reclame maken als je hier komt werken. Dus het gaat om deze hele muur. En dan gaat het om deze muur, zeg maar. Hier. Deze muur. En deze muur hier. Zo. En dan gaat het om deze muurtje. Hier. En dan gaat het om deze hoekje. Voor de rest. En ja, misschien even dit weer netjes te kunnen bijwerken. Deze. Misschien mijn deur. En deze bijwerken. En dit. Nou. Ik weet niet hoe lang je nodig hebt, maar laat me inderdaad even weten. Dan komen we er hopelijk wel uit. Nou, zoals jullie zien, het ziet er dus nu nog zo uit. Met allemaal, ja, zoals wat Alex heeft gedaan. Een beetje plakband eroverheen. Ja, maar dan ga ik nu dus nu in de auto zitten. Kijk, hé hey, schatje. Ik ben nog op tijd ook. Hé, hey, hoe toevallig. En het ziet er dus nu nog zo uit bij Rome in de auto. Sorry dat ik op mijn tanden pak, maar ik moet even iets. Doe ik het ook zo vaak in mijn eigen auto, dus dat scheelt. Nou, zoals jullie bij mij gewend zijn, heb ik hier dus een hele grote beeldscherm. Nou, dat is bij Roderick dus er helemaal uit. Hij is helemaal afgeknipt. En dat is ook leeg. Dit is helemaal kapot. En dan ga ik deze even openen. Die is ook helemaal weg. Alleen dat, ja. Nou, joepie de boepie. En ik zal maar niet aan de stroomkabel zitten, want daar zit nog steeds stroom op. Maar dit moet dus helemaal vervangen worden. Onder andere dus dit. En dan had Rodus allemaal muziek in zijn auto. Dus via hier... Op het SD-kaartje. Op zijn SD-kaartje. Dus voor de mensen die dus dit hebben gejat, heel veel plezier. En mijn gordel zit niet goed. Hé, hoe toevallig. Dat merk ik. Dat doe ik zo meteen wel even goed. Joepie de poepie. Ik kan daar niet tegen als mijn gordel niet goed zit. Hè. Ik kan daar heel slecht tegen. Hartstikke idee. Ook al ben ik een beetje aangeschoten, jongens. Ja, ik ben een beetje aangeschoten. Hoor ik jullie heel goed. Als Dio dat kan, dan kan ik het ook. Maar nee, maar zo ziet het dus nu uit bij Ro. Dit. En ook dit nog. Kijk eens. Dat was. Sloop je nu gelijk alles in je eigen auto, schat? Nee, maar laat het zien hoe het er helemaal uit zat. Nou, zag. Dus dit lag daar, dat lag op de grond. Dit was er helemaal uitgesloopt, gewoon. Nee, ik mis iets. Maar jij startte hem eigenlijk, de auto, en dan? Dit zag ik op jouw stoel liggen. Wat is dat nou weer? Waar zat ik op dat vandaan? Ik ken het helemaal niet.
toen zag ik opeens dit hier. Wat de heck? Ik wist niet dat dat weg was. Nou, dat, en dat zat dus gewoon zo eigenlijk, zeg maar. Op de grond, dit lag daar. Ik van, wat de heck? Ja, en toen kreeg ik dus een foto van Ro. En dat ziet er dus zo uit. Ja, maar dan met check. Dit is ook nog een stuk, dit dingetje. Oh ja, dat moet ook nog inderdaad gemaakt worden, moet je ook zeggen. Ja, wat weet je dan? Dat stuk is. Nou, moet je wel melden, dus. Moet je wel melden, lieve schat. Altijd even melden. Nou, en dat heeft Ro dus nu dan even professorisch even zo gedaan. Zodat het er niet helemaal raar uitziet. Dan gaat hij alles uitdoen. Joepie. Ja, hij moet even rijden. Een stukje vooruit, jongen. Schuit toch uit. Nee, maar moet hij dus nog eventjes rijden tot en met... Wanneer wordt jouw auto nou gemaakt? De 17e. Ik kom dan net uit de nachtdienst. Half 7 en om 8 uur moet ik er zijn. Ja, en dan rij ik dus met jou mee dus. Oké, okay, helemaal. Dus daarom, dat is dus deze week en dan die andere week, hè, toch? Die 17e, het is nu... Ja, ik ben niet zo heel goed in rekenen. Dus dat is, dan, even kijken, moet ik even goed zoeken. 12 dagen. Ja, hè? Even kijken, dat is dan de... Eergisteren over 2 weken. Toen was het de maandag. De 17e. Dus dat is... dat is niet... Maandag. Dat is dus niet... Wacht even. Je bent te snel nu met... Je bent nou te snel. Het is nou de 5e. Ja. Dus dat is niet volgende week, maar dan die week. Oké, check. Helemaal goud. Heel snel het stilstaan. Eens kijken hoe snel ik ben. Ja, dat dacht ik al. Dus nee, maar dat zeg ik. Zo ziet het dus nou nog uit bij Ro. Ik laat het nog 1 keer zien, jongens. Zo. En hier zit dus iets heel anders in bij mij. Ja. Maar jij wou ook nog wat anders zeggen. Hoeveel die rekensom? Hoeveel is 70 en 19? Moet je wel duidelijk daar. Hoeveel is 70 en 19? Ja. Daar gaven de meeste mensen het antwoord op de vorige vraag. Wat is 70 en 19? Dat dus, is niet de vraag. Nee, want... Wat is de vraag van wat is 17 keer 19, jongens? Dat is gewoon een rekensom. Dus dan hoeven jullie nog niet alles uit te puzzelen met de rekensom zelf. Nee. Leg jij het eens even goed uit? Nou, het is dus een bepaalde vraag die je stelt. Mensen denken dus dat ik een andere vraag stel. Als ik vraag wat is, dan is de bedoeling antwoord te geven op precies wat het is. En niet toevallig. En dat ik een rekensom noem met 17 keer 19, dan gaan ze die rekensom uitrekenen. En het antwoord op die rekensom, dat is weer een andere vraag. Dat is weer de vraag, hoeveel is 17 keer 19? Dan vraag ik echt van, dat was het antwoord van die rekensom. Ja. Maar zo, hallo. Wat was dat? Dat zijn mijn automatische remmen. Heel assist, maar die heb je automatisch. Dus daar heb je geen last van, die petrolautomaat hebt. Maar heb je nog iets anders of zo voor de kijkers? Nee, ik vroeg aan jou of jij wist hoe laat het was. Geen idee. Ja. 23 uur 20. Dat is niet mijn vraag. Vraag is of je het wist. Ja. Dat het 23 uur 20 was. Ja. Hoe laat is het? Dat is een andere vraag. Het is nou 23 uur... Ja, het is 23. Ja, dat is niet mijn vraag. Waar voor horloge je hebt. Ja, ik heb een horloge. Ja. Maar hoe laat is het? Ja. Hoe laat is het? Op 23 uur 20, op dit moment. Op deze klok, op dit moment, hier, is het 23 uur 20. Zal ik het eens even op mijn... En toevallig heb ik het 23 uur 21. Dan loop je een paar seconden voor. Want ik heb hem nu precies op de Nederlandse klok gezet. Op de Nederlandse klok nog wel? Op de, ja, op het internetklok, zeg maar. De internetklok, oh, dat is weer wat anders. Kijk, en nou is hij dat weg, helemaal gaaf. Dan is dat weg, ja, is jammer. Oh, er wil iemand langs. Schat. Een beetje over de stoep. Een beetje over de stoep. Dat kreeg je niet heel veel kwaad over de stoep, een beetje. Kijk, dan kan hij er mooi langs. Doei. Of mensen het ook nog niet durven. Hij heeft zoveel ruimte om er nog langs te kunnen... En dan toch nog niet gaan, hè? Nee, dat is te moeilijk. En dan heb ik wel alcohol op, maar alsnog zie ik het wel. Alleen ik mag niet meer rijden. Nee, en dan mag ik dus 4 jaar lang niet als ik alcohol op heb. Nee.
Mag ik gewoon niet. Na 4 jaar mag ik het weer wel. Deels, een beetje, maar niet heel veel. Na 4 jaar mag je weer drinken, ja, dat klopt. Ja. En nou drink ik ook wel, maar dan gewoon thuis. Waarom besla jij de hele tijd? Omdat we eens op veel lullen, zeg maar. Nee, ik heb het raam ook. Zet ik al naar buiten te praten. Nee, dat en dat werkt niet. Het is gewoon puur en puur dat en dat vocht in je auto zit. Ja, het heeft geregend. Gooi het daar maar neer. Achteruit, schat. Achteruit. Nee, ik kan niet achteruit. Dat kan je wel. Achteruit? Even wachten, als we daar weg gaan. Jij kan makkelijk achteruit. Even een stukje achteruit. Jij kan ook achteruit. Als jij nou ook gewoon... Moet je niet dat bakje erop gooien? Dat vind ik niet goed. Welke bakje? Dat bakje dat hij ligt, dat uit de auto gooit. Ja, nou en, joepie zeg. Dat is 25% plastic bijdragen. Nou, een stukje naar achteren, dat en dat ken jij. Een stukje. Nee, maar ik kan ook een stukje naar achteren. Nou, kom een stukje naar achteren, kom op. Rustig aan, tranquilo. Nee, doe het nou maar. De trein gaat niet naar achteren. Die gaat niet naar voren. Ik heb nog een Big Mac. Een Big Mac nog wel? Doe maar, lekker. Lekker! Een dikke kip. Nog een Big Mac, zegt ze. En even bestelling aan het doorgeven. Oh, nou, wanneer gaan we naar achteren? Een beetje Volkswagen. Niet. Of een Seat, wat is het nou? Een Seat of een Volkswagen? Een Seat is dat. Het lijkt eigenlijk meer op een Seat. Ja, het is een Volkswagen. We gaan nog niet weg, nog langer niet, nog lang. Eerst even een bieter open. Huh? Eerst even een bieter open. Zijn ze dan een echt gebruiker of niet? Ook gebruiker. Ja, een autogebruiker. Ja, dat sowieso. Een internetgebruiker. Camera gebruiker. Ik ga even inzoomen op jou, dame. Doe maar. Achteruit. Niet draaien nog, dan draai je er tegenaan. Oh, wauw. Eens kijken wat ze daar voor troep hebben. En dan botst er tegenaan, zeker. Ja, tuurlijk. Dat is wel een zeer voor. Serieus? Kan je serieus niet rijden? 77 NSGP. Ah, het is wel een Seat. En dan weer terug. Jij kan niet rijden, meis. Waar heb jij je rijbewijs gehaald? En bij een... de Seat Club. Bij de McDonald's waarschijnlijk. Bij aankoop van 2 Big Macs en gratis rijbewijs. Au, en dan rijd je Seat en dan rijd je zo. Is dit triest voor woorden? Wauw, zo, wauw. Toetrist, ja, sorry dat ik het zeg. Maar het is wel zo. Ja, ik mag wel schakelen, hè? Oh, mag jij er alleen aan zitten? Oh, spannend. Oh. Auw. Maar je hebt nog een andere pook, wou ik zeggen. Nee, dat is geen pook. Dat is wel een pook. Jou is even poken. Waar zit je in? Wat denk je? En dan gaat hij weer en weer beslaan hier ook, hè? Blijf het dan toch eens af. Je had gepraat de hele tijd. Waarom? Je zit gewoon de hele tijd dat ruit te bekletsen. Zo moet er eigenlijk weer naar huis. Ik ga lekker aan je pook zitten. Mag niet. Ik ga lekker aan je pook zitten. Dan moet ik hem weer ontsmetten. Ga je hem ontsmetten? Ja, dat moet straks weer. Dan heb jij eraan gezeten. Oh, lekker ontsmetten. Ja, met Deppels. Ah! Ja, mag ik u bestellen? Dat mag. Ik wil graag een chicken Big Mac. Zonder de augurk. Zonder augurk? Ja. En een cheeseburger. Zonder uien en zonder augurk. En ik wil de QR-code scannen. QR-code kan bij mij even aanvallen. Oké, doen we dat. Is goed, doen we dat. Dank u wel. Maar Emma, ik had ook een jongetje en bij de mal was een iets donkerder dan voor ons, zeg maar. Ja, een jaar of 8, 9, weet ik veel. Geen idee. Nog wel pieken. En anders heb ik pieken bij me. Ik heb pieken bij je. Ik heb pieken bij me. Nee, maar, hè, maar dat en dan rij je dus uit bij de mal, zeg maar. Bij P. Wat is het? P4? Ja, P4. En dan heb je dat... Alsjeblieft, moet dat gaan muziek? Alsjeblieft, please. We zijn aan het opnemen, ja? Nee, maar dan heb ik dat jongetje en bij die zebra. Dus ik zeg, ga me oversteken. Nee, doe maar. Nee, jij hebt voorrang, niet ik. Jij.
Dus ik vraag aan hem, van, zijn dat je ouders? Nee, ga er oversteken, jongen. Ik wacht gewoon, hè. Mm-hmm. Die jongen die kijkt heel raar op en dat ik wacht. Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar, dus ik doe mijn raam op. Ik zeg, jongen, ik zeg, jij hebt voorrang, hè, ik niet. Ik zeg, als ik nou doorrijd, ik zeg, en ik heb politie daar, ik zeg, dan heb ik een bekeuring aan mijn reet, hè. Mm-hmm. Ik zeg, dus jij hebt voorrang. Een zielig klein jongetje. Mm-hmm. Oh, dat wist ik niet. Ik zeg, ja, ik zeg, dus als jij weer en bij een VOP staat, ik zei, heb jij voorrang, niet ik. Dus gewoon, voor de volgende keer, ga gewoon doorlopen. Is goed hoor, mevrouw. Sorry hoor, mevrouw. Ik zei, nee, is goed joh. Hi, meis. Wordt het leuk, hè? Nog wat verder? Ja, altijd, hè. Altijd. Nou ja, nee, niks verder. Alleen betalen. Betalen en eten. Lekker. Betalen en eten. Dat is beter, hè. Een beetje wat eten in je maag. Mm. Wat sta jij nog ver van die raam vandaan eigenlijk? 42,55. Ja, geen idee. Uit mijn hoofd, echt geen idee. Van alles prima. Dankjewel, meisje. Werk ze nog. Doei, doei. Zij is zo lief. Zij is zo schattig. Doe ik even lekker in mijn BH. Ja. Ja, lieve schatten, ik lig inderdaad weer gezellig op bed. Jullie zien het goed. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij dit weer een leuke en gezellige vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan zeker hier beneden niet te abonneren. Doe een duimpje mijn vingertjes omhoog. Laat een like achter. Ja, dus duimpje, like, abonneer en reageer. En de hele rattenplan. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.